What's up, everybody? En welkom terug bij een gloedje nieuwe video. Today gaan we het hebben over de verraders. Denk ik hier heeft zijn eerste steek laten vallen. Mr. Walter. Hoe? Bij binnenkomst heeft hij gezegd van, ah ja, ik denk wel dat ze bijna gaat binnenkomen. En met ze bedoelen ja, Marien en de verraders wisten dus eigenlijk al dat. Dominique. Dat Dominique vermoord is geweest of zo. En dat hij dus niet ging binnenkomen vandaar dat ze ging binnenkomen, dat is ook duidelijk opgemerkt door de medebondgenoten. En gaat zeker ook consequenties hebben ofzo. En ja. Ik denk ook gewoon, nu begint je echt die psychologische spelletjes te zien, omdat Jamie Lee is ook gewoon gebroken. Deels wist ze van, ah ja, dit is nu mijn moment om te breken ofzo. En anderzijds was het gewoon zo, denk ik. Want ze had het ook moeilijk ofzo. Maar nu is het ding, Isam ligt eruit. Ik heb de debatten niet meer kunnen zien, dus ik moest gaan slapen. Maar ik vermoed dat bij de volgende ronde tafel, of ik begin nu meer te denken, dat Walter het spel meer naar hem toe gaat trekken. Maar misschien ook dat hij er eerst gaat uitgestemd worden. Als verrader, dat is toch wel een uitdrukkelijke fout die hij heeft gemaakt ofzo. En voor de rest, Loïc, low profile, again. En er is goud verdiend. En niemand was veilig vannacht, want de verrader, genaamd Walter, had ook het schild, dus... Echt niemand is veilig. Is er nog iets? Nee. Ik denk dat de volgende nacht Sieg, of zeker dat Sieg eruit wordt gestemd, maar ook misschien dat Sieg doodgaat. Door de verraders. Als jij nu nog iets weet van wie dat jij denkt dat eruit gaat. Laat het mij ook zeker weten hier beneden in de comments. En wie weet behandel ik jullie comments wel volgende week. Wat ik nu niet kan doen, want ik heb geen comments. Dus laat echt dingen achter in de comments. En dan zeg ik nu, als ik mij terug recht heb gezet ofzo. Dan zeg ik nu oprecht later. En arrivederci. Stella, met de kratjes Stella. Gewicht te heffen met een blonde leffa.